Welkom bij Brokkelen. Vandaag gaan we het hebben over wietzaden. Waar kan je goede zaden halen en wat zijn de verschillen tussen de zaden? Als we het hebben over wietzaden zijn er drie soorten. Je hebt de outdoor-flower, vrouwelijk en regulier. Bij de reguliere zaad kan het zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. Als je een mannetje hebt, komt er dus geen wiet aan. Heb je een vrouwtje, dan komt er wel wiet aan. Dan hebben we een vrouwelijke zaad. Het spreekt voor zich. Het is altijd een vrouwtje, dus dan heb je altijd wiet. Wel moet je opletten dat je hem om 12:12 moet zetten. Als je de overschakeling naar wiet wilt maken. Of dat je hem op de juiste tijd van het jaar in de grond stopt. En als laatste hebben we dan de autoflower. De autoflower die doet wat hij zelf wil. Die gaat dus zelf in het bloeien. Ook al zet jij er heel veel licht op, meer dan 12 uur, zal die alsnog na ongeveer 3 weken meestal in het bloei springen. Het is wel verschillend per soort. Sommigen doen er wat langer over, sommigen doen er nog sneller over. Dus die gaan nog eerder in het bloei. En anderen gaan weer wat later in het bloei. Het is verschillend per soort. En nu wil jij natuurlijk weten waar je goede zaden kan halen. Ik kan je een paar dingen laten zien. Deze is van Afrogenetics. Hele goede zijn dit. Het is Willy Dynamite. Dit zijn regular seeds. Dat betekent dus dat het vrouwtjes of mannetjes kunnen zijn. Waarom zou je dit halen, denk je dan? Waarom zou je niet gewoon vrouwelijk halen dan? Omdat er vaak wordt gezegd over de regular seeds dat die vaak beter zijn dan de feminized of de autoflowers. We hebben hier van Dutch Passion, ook een hele goed bedrijf. We hebben de Auto Blueberry OG. En dit is dus een autoflower, je hoort het al aan de naam, Auto Blueberry. En dan hebben we de Hi-Fi 4G. En dit zijn feminized seeds, dus zijn vrouwelijke zaadjes. Weet je dus altijd dat je toppen krijgt. Van High Seeds, ook een heel goed bedrijf. Dan hebben we de Big Amnesia Hates autoflowers. En de Critical White, dit zijn gewoon vrouwelijke zaden. Seedman is ook een goed bedrijf. We hebben de Strawberry Cheesecake autoflower en de Purple Ghost Candy. En dit zijn gewoon vrouwelijke zaden. Herbies is ook een goed bedrijf. En bij Herbies hebben we Grandmommy's Purple. Ook een lekkere soort dit. Goeie wiet. En deze zijn feminized. Dan gaan we naar de laatste. Dit is een buitenlands bedrijf. En deze zit in Engeland. Dit is MSNL Seeds. En daar hebben we de MAC Feminized van en de GMO Feminized. Dat zijn ook weer twee lekkere soorten. En die MSNL Seeds, dat is ook een heel goed bedrijf. Goede zaden. Zou ik zeker een keer kijken op hun website. Er zijn meer goede zadenbedrijven. Als ik die ook allemaal ga opnoemen, zie je door het boom het bos niet meer. En daarom heb ik een klein rijtje voor je hierop. Als je hier wietzaden haalt, weet je zeker dat je goede zaden krijgt en dat je goed behandeld wordt. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad. Vergeet dus niet te liken en te subscriben. Check ook onze website en like onze Instagram.